Volledige gevaccineerden pleiten voor een derde prik met het Pfizer-vaccin. Dit omdat het na enkele maanden minder effectief bleek te worden. Daarnaast hebben gedeeltelijk gevaccineerden ook een aanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid om hun tweede prik van een ander merk vaccin te krijgen. Tijdens de COVID-19 persconferentie van afgelopen donderdag adviseerde voorzitter Sunita Gangadhan Pandey Gopisingh van de stuurgroep COVID-communicatie om met hetzelfde vaccin te worden ingeënt. Wij kunnen daar als afzonderlijke vaccinatiesites geen antwoord op geven, omdat wij worden geleid daarin en geadviseerd door een technische commissie. Dat is de NITEC. Elk land heeft een technische commissie met artsen en specialisten erin. En die gaan dan alle informatie wat er beschikbaar is in de wereld, gaan ze na om te kijken of het veilig is. Is het te doen voor Suriname? En als het goed is, zijn ze daarmee bezig. Dus die adviezen die gaan nog komen. We zien bijvoorbeeld ook van Pfizer dat het na een bepaalde tijd, dat er toch een booster, ook al ben je met Pfizer eerst gevaccineerd, dat er ook een booster van Pfizer wordt gegeven. Dus misschien dat het ook nog volgt, maar wij volgen de richtlijnen van onze technische commissie. Volgens gezondheidsdirecteur Rakesh Gajader Shukul zijn zaken nog niet helemaal in orde om het Johnson & Johnson vaccin in Suriname te krijgen. Ondertussen vervalt een deel van de AstraZeneca-vaccins eind oktober en een ander deel eind november. Gajader Shukul roept burgers daarom op om zich sneller te laten vaccineren. Zoals ik zei, bij Johnson & Johnson hoort er heel veel administratief werk ook erbij. En daarmee zijn we al langer dan een week bezig. Dus zodra alle zaken rond zijn, want transport van al die vaccins die moeten op een bepaalde manier gebeuren. Dus zolang je niet alles in place hebt, ga je geen uitvoering krijgen. Dus vandaar dat u geen ander bericht hebt kunnen vernemen tot nu toe. Maar de zaken die worden nog steeds uitgewerkt. En één daarvan is dat de fabrikant ook toestemming moet geven. En als er daar wat vertraging in komt, dan krijg je geen vaccin in. Zolang dat niet in orde is, kan je niet verwachten dat je je vaccins die beloofd waren gaat kunnen krijgen. Dus dat is een van de oorzaken. Ik had al aangegeven dat er eind van oktober een deel komen te vervallen. Gelukkig lijkt dat deel gebruikt te kunnen worden voor de tweede prik van AstraZeneca. En eind november komt er weer een deel te vervallen. En de kans is best wel dat we ze kunnen gebruiken. Maar als we voor nu zouden moeten praten, dan gaan we het uiteraard over hebben. Maar als we sneller kunnen vaccineren, dan kan het zijn dat we alles gebruiken.